Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog van Renzo. Goedemorgen. Met de zonnige dag, blauwe stakke lucht. Dus we zijn onderweg naar een receptie om even dingetjes in te leveren. Broodjes. Broodjes voor morgen. Een later check-out. En een coupon voor worstenbroodjes. Lekker, lekker, lekker. Dus we zijn lekker onderweg. Lekker slecht geslapen vannacht. Ik vond het niet zo lekker gisteravond. Ik heb tot 12:30 geweest douchen vannacht. Dus ja, nu voel ik me iets beter. Fitter. En een beetje hoofdpijn. Maar ja, dat hoort erbij. Gewoon een keer doorgaan. Ik loop nu even lekker buiten. Verre zijn neus halen. Om naar receptie te gaan. Dus knal een duimpje omhoog als je een leuke vlog gaat vinden. En ik zie je straks. We gaan leuke dingen doen, dus wat we gaan doen weet ik ook niet. Maar dus, ik zie je straks. Doei, doei! Zo, we zitten in een auto. We zijn onderweg naar een boer. Andere boer is gesloten. Die winkel is dicht. Dus we zitten even te kijken waar we uitkomen. Allemaal boerenweilanden hier. Allemaal afgeleiging. En dus, ik vraag me af of we wel goed gaan. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee. Dat wordt hier steeds. Oh, dat gaat niet naar het boerenpad op. Wat is hier? Dus ja. Oh, stiltegebied. Oh, stiltegebied. Moet iedereen stil zijn. Dus ja. Ik ga niet hierin, toch? Nee, nee, nee. Kan ook niet. Nee, oh, het is allebei landweg. Dus ja. Nou, stiltegebied. Helemaal leeg. Dus ja. Er staat hier wel iets op het bordje. Wat staat er op het bordje? Minicamping. Minicamping. Daar gaan we niet heen. Nee. Dus ja, we zijn al weg naar de boer. Gaat de boer? Ja. Dus we gaan even andere boeren even kijken. Ja, daar zijn boeren genoeg hier. Ja. Dus nou, ik zie je straks. Doei, doei. Zo, jongens en meisjes, we hebben drie keer gezocht naar de boerenwinkel in, waar we zitten, maar we hebben niks gevonden, gelukkig. Dus ja, we zijn nu even, ik sta nu even stil, ik zit in de auto, Erik is naar een kringloopwinkel hier. Dus ja, ik zit alleen maar in de auto, ik... niks te doen, dus een vlog maken, dus ook wel, dat is leuker dan dat ik een kringloop vraag. Dus lekker in de auto. Dus ik heb, wat ik zei gisteren, ik was niet zo lekker gisteren. Heel raar was dat. Ik was tot 12:30 geweest douchen. En op een gegeven moment, ik lag op mijn bed. Ik kon alleen maar draaien, zweten, ja, heel raar. Niet zweten, maar gewoon echt draaien en... dat die niet lekker is. Dus ja, nu heb ik heel zware hoofdpijn. Erik zei al 4 keer, 5 keer. Ga je vandaan lekker rustig. Ik kijk wel even. Ik heb ook leuke dingen te doen. Dus ik ga even kijken vandaan wat gaan doen. Dus even boodschappen nog doen. Eind vanmiddag komt mijn oom en tante langs. Vanavond feestje. Dus ook naar mijn zin, zeker. Leuk van mijn tante, die is 60 jaar geworden.
Dus gisteren ook een vlogje vlog opgenomen. Staat in beschrijving. Dus je kunt kijken wat jullie meer willen. Dus ja, ik heb zeker naar mijn zin. Lekker weer. We hebben heel mooi weer. Dus heerlijk. Dus nou, geniet ervan. Ik zie je straks. Doei doei. De Brabantse worstenbroodjes. Lekker. Ja. Dat is sausje bij gewoon. Ontvraagd even. Maar hoe goed. Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Ja, lekker hoor. Ja. En nou zit het vol. Wat is het? Wat is het? Handcreme. Ja, dat is toch wel onder de douche. Parfumkaas. Even het bos in. Koekjes. Wat zeep in een bad. Ik heb vanmiddag in bad, denk ik. Lekker in bad. Gewoon dat we gaan feesten. Hier zit ik weer de juice-stel. Chill. Ja, dat is allemaal. Dus best wel lachen om te zoeken. Zeep. We zijn bij de HEMA, dus we hebben van alles hier. Dus ja. Heb je wat? Heb je zeemoes? Zeemoes. Nou, we gaan even verder kijken. Anders zie je zo. Doei doei. Zo jongens en meisjes. Ik zit lekker in de auto weer. Lekker gewinkeld, of lekker gegeten bij de tentje. Mooi dorpje. Gezellig dorpje. Altijd allemaal dicht bij elkaar, dat is wel lekker. Dus we zijn lekker in de auto weer. Even naar de plus. En dan gieren banden naar huis. En dan ga ik even lekker in bad of zo, vanmiddag in bad. Eind van de middag komt mijn tante en mijn oom, gezellig. Die blijven ook vanavond slapen. Dus vanavond ook een feestje van mijn tante, heb ik al gezegd. Dus het wordt gezellig. Ik ben benieuwd van vanavond. Dus ja, ik heb er zeker heel veel zin in. En ja, ik zie je straks. Nou, groetjes en laat. Doei doei! Zo, jongens en meisjes. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb een lekker rustig dagje vandaag. Ik heb niet zoveel gedaan. Even wezen eten. Ik was om 10:30 wakker, daarna even naar de receptie gelopen en toen naar de auto gegaan, naar het dorp gegaan, even wezen eten, even wezen winkelen, soep gehaald, eten gehaald voor vanavond en ik heb het niet zoveel gedaan. Ik was ook niet zo lekker natuurlijk gisteravond, dus een beetje hoofdpijn, maar nee, het gaat, ik voel me nu een stuk beter, dat sowieso. Ik voel me gewoon beter, dus ik heb geen last van, ik heb alleen maar een beetje hoofdpijn, dat was het. En ik ga zo lekker even in bad, dus bij deze ga ik de vlog afsluiten jongens en meisjes. Ik heb niet zoveel te doen vandaag, dus vanavond ook een feestje. Even vanavond ook een drukke dag, van 8 tot 1 duurt het vannacht, dus helaas, ja niet helaas, maar hartstikke leuk, dat sowieso, hartstikke leuk. En leuk dat mijn tante even reageert op mijn video van gisteren. Dankjewel tante Leila. En ja, ik heb niet zoveel te doen. Dus ja, lekker rustig dagje vandaag. Dus voor deze ga ik de vlog afsluiten jongens en meisjes. Ik wens jullie een fijne weekend toe. Slaap lekker vanavond. En slaap ze vanavond. Ga doen wat je wil, wat je moet doen. Dus ik wens jullie een fijn weekend. Geniet ervan. Doe je duimpje omhoog. Blijf abonneren op mijn kanaal hier beneden. Zet je belletje op alles aan. Ik kan altijd mijn vlogs in de gaten houden, jongens en meisjes. En ja, ik ga vanavond lekker feesten. Jongens en meisjes, korte vlog helaas. Kan ik nu niks doen. Lekker rustig dagje vandaag. Dus ja, morgen weer een lange vlog, denk ik. Dus ik zie jullie bij een nieuwe vlog van Renzo. Groetjes en tot morgen.
Groetjes, Renzo. Blijf abonneren op mijn kanaal hier beneden. Zet je belletje op alles aan. Dan kun je altijd mijn vlogs in de gaten houden. Doe je duimpje omhoog. En laat de reactie achter van deze vlog. Van deze vlog vindt. Dus jongens en meisjes, ik zie je bij een nieuwe vlog van Renzo. Tot morgen en groetjes. Doei!